Momen timnas sepak bola Belanda wanita Oranje Leeuwinnen versus Belgia. Momen saat Oranje Leeuwinnen tiba di Stadion Koning Willem II. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan icon belnya agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami, Molukas Oranje Community, MOC, ONS Oranje Maluku. Untuk diketahui, Stadion Koning Willem II ini merupakan stadion kandang dari klub sepak bola Willem II Tilburg, salah satu klub di Liga Belanda, yaitu Liga Eerste Divisie. Liga Eerste Divisie merupakan salah satu kompetisi sepak bola divisi kedua tertinggi di Belanda. Momen saat Oranje Leeuwinnen melakukan pemanasan sebelum bertanding. Momen saat Oranje Leeuwinnen memasuki lapangan pertandingan. Momen timnas sepak bola Belanda wanita Oranje Leeuwinnen saat mengalahkan Belgia pada laga terakhir UEFA Women's Nations League 2023-2024 Grup A1 yang mengantarkan Belanda ke babak final UEFA Women's Nations League 2023-2024.
Wat denk je zelf? Natuurlijk fantastisch! Gaan! Ja! Kom maar, let's go! Fantastisch! Dit is het! Dat laatste doel dat valt. Ik geloof dat het wel ergens is. Maar dit is fantastisch. Dit is wat we met z'n allen doen. Met zo'n week wat je ook meemaakt als zelf, zeg maar. En dat dan dit gebeurt, ja. Ik weet niet. Ik weet niet wat er gebeurt, maar wat er ook in het team. En dat geeft bepaald extra kracht of zo. Mooi. Mooi kan niet, hè? Mooi kan niet. Hoe voelt dat? Fucking lekker. En ook gewoon, weet je, we zijn met een heel team. En dat bewijzen we weer. Meer dan 11. Empat negara yang lolos ke babak final UEFA Women's Nations League 2023-2024 adalah Belanda, Prancis, Jerman, dan Spanyol. Laga babak final UEFA Women's Nations League 2023-2024 direncanakan akan berlangsung pada 21 sampai 28 Februari 2024. Drie hele bijzondere. Ik zie steeds. Drie bijzondere stelsels in ons midden vandaag. En de eerste is Vic. Want je hebt Vic. 50ste Interland behaald en daar wil ik je ongelooflijk mee feliciteren. Dank jullie wel voor 50 Interland met mij. En op naar meer. Linette, de volgende. Linette, jij hebt vanavond weer laten zien dat je een beetje voor goals hebt. Maar het is ook je 100ste interland vandaag. Ik heb iets leuks van UEFA. Yeah. Voor je 100ste interland. Ik moest bloemen en je krijgt nog een ander mooi cadeau. Dat gaan we op een andere manier gaan we dat vieren met jou. Maar ongelooflijk applaus voor Linette. Je hebt je 150ste interland vanavond gespeeld. Onze kleine grote strijder. Belangrijke speler in het team al vele jaren. En namens de KNVB, mij door mij, ongelooflijk bedankt voor 150 fantastische wedstrijden. Nee, ja, ik heb 150 Interlands erop zitten, maar ik moet zeggen, vanavond was echt een van mijn allerbeste Interlands. Ik bedoel, het kan niet beter dan dit. Jullie zijn echt een geweldig team. Ik hoop echt dat we erin geloven, want we kunnen het echt. We kunnen het halen, we kunnen het gewoon fucking winnen. Gaan we ook doen. En Damma, thanks for your big forehead. Yeah.